Ja, jongens, het ijshockeyseizoen is weer begonnen en alle ogen dit seizoen zijn gericht op Heis de Heek. Want Den Haag werd vorig seizoen landskampioen en wil ook dit seizoen eigenlijk weer gewoon alle prijzen pakken die er maar te pakken vallen. Ze beginnen daar bij ijshockey altijd met de bekercompetitie. En de eerste tegenstander in dat bekercompetitie was Nijmegen. Die kwamen naar Den Haag. De eerste tegenstander dus Nijmegen in het eerste avondje Heis. Ja, dankjewel. Met de snelheid, passie, spanning tot de laatste minuut. Ja, in één woord gewoon de grootste ijshockeybelevenis in Den Haag. Snel spel, stevig spelen. Op een bepaald moment net even overschreef, maar vaak wel toch wel ver, moet ik zeggen. En dat vind ik geweldig. Vorig jaar het kampioenschap, dat gebeurt dit jaar weer en we pakken nu ook de beker, dus eigenlijk alles. Alles wat Heis kan winnen, dat winnen we dit jaar. Nou, we gaan voor de beker, dat willen we, en het landskampioenschap. Misschien kunnen we ze allebei pakken. We hebben ook weer een heel erg goed team staan dit jaar. En minimaal even goed als vorig jaar. En die doelstellingen die mogen er ook wel staan. Dat we alles minimaal wel de finale moeten kunnen halen. Dus daar gaan we ook voor. Ja, we spelen altijd om te winnen. En voor ons is het een nieuwe uitdaging is om het kampioenschap vast te houden. En ook de beker, dat is natuurlijk waar we nu voor spelen. En die hebben vorig jaar hebben die in de halve finale verloren. En die willen we heel graag winnen dit jaar. Dus daar kijken we als eerste naar. Als je nou het Heis van het komend seizoen, hè, waar we net al begonnen zijn, vergelijkt met het Heis dat voor seizoen kampioen werd. Mm-hmm. Waar ligt dan de verbetering? Ik denk dat we dit jaar gelijk al op de verdediging heel sterk staan. We hebben 6 topverdedigers. We hebben Jordi erbij, die van Amsterdam komt. Nou, hij is een vaste waarde in het Nederlands team. En je hebt gewoon geen zwaktepunten. Niet dat we dat vorig jaar hadden, maar dan begon gewoon met 5, soms 4 verdedigers. Nu heb je gewoon 6 toppers staan. Dus dat speelt voor de aanvallers is dat natuurlijk een hele goede basis. Heis Den Haag wil dus weer voor de prijzen gaan dit seizoen. En dan beginnen ze traditioneel met de beker. Eerste tegenstander is Nijmegen. Den Haag speelt in de eerste periode ijzersterk. Ze staan met 2-0 voor. En dit is de tweede periode met Nijmegen in de aanval. De redding van Tim Knoetsen. De betrouwbare goalie van Den Haag. Maar de puck is nog niet weg. En dan gaat hij erin. Het is Doug Ur. Die namens de Nijmegenaren iets terug doet. 2-1 nog altijd wel in het voordeel van Den Haag. Maar het spel in de tweede periode is niet goed. Puckverlies en dan kan Nijmegen gewoon weer er vandoor gaan. Verdediging op de knieën. En alsnog de treffer. Het is Smulders. En dan staan we opeens weer gelijk. En dan wordt het nog een lastige avond voor Den Haag. Een paar belangrijke nieuwelingen bij Den Haag. Meest in het oog springend is Alexander Selivanov. Een Let die alles al heeft meegemaakt op ijshockeygebied. Heeft ook in Amerika gespeeld. Vertoont nu zijn kunsten in Den Haag. Heeft nu de puck in bezit. Selivanov met een man meer situatie. Zoeken naar het gaatje. Vanaf de blauwe lijn. En dan via de stick van Bruinsma is het 3-2. Eindelijk een powerplay situatie die lukt voor Den Haag. Selivano van de basis, Bruinsma met het laatste tikje. En weer de voorsprong voor Heis de Heek, de regerend landskampioen. Maar de beker willen ze ook zo graag een keer winnen.
kunnen ze de score nog uitbouwen. Dan is dit een opgelegde mogelijkheid. Die wordt om zeep geholpen. Hijs de Heek wint wel met 3-2. We begonnen heel erg goed en zie je dat de voorbereiding lekker ging. En dan op een gegeven moment kregen wij een dalletje, kregen zij de overhand. En dan moet je, ja, het duurt even voordat je daar weer uitkomt. En dan uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Was de trainer helemaal tevreden? Want dat kan ik me niet eigenlijk niet helemaal voorstellen. Nou, je bent natuurlijk vorig jaar ben je natuurlijk geëindigd op een heel hoog niveau. Nou, en nu begin je gewoon weer overnieuw. Zo gaat dat. Dus, ja, het is even, we hebben een paar nieuwe jongens erbij, dus iedereen is nog op zoek naar zijn rol. En ja, je moet het toch met z'n allen doen, dus dat moet toch weer groeien. En dat zie je natuurlijk wel een beetje. Het was wel goed, maar we kunnen nog beter, zeker weten. Dat belooft wat voor het komend seizoen met Hijs de Heek.